Ja, moet u eens even luisteren. De heer Van Swieten, onze directeur, neemt afscheid vandaag van ons bedrijf, ja? Vanavond de feestavond voor het personeel, maar zeker voor hem. En dan heb ik erop gerekend dat ik meneer Van Swieten toe zal spreken. Wat? Wie moet dat doen? Arie Beukenoot? Van Magazijn? Nou ja, zeg, doe me een plezier. Die man die kan niet eens zijn eigen naam schrijven. Moet die... En ook het welkomstboek. Wat? En dan moet ik hem zeggen wat hij moet vertellen? Nou, jullie worden bedankt. Dan zeggen we nog altijd goeiemorgen, meneer Van Oppelen. Hoezo, meneer Van Oppelen? Is verder niemand in de kamer. Is toch logisch dat ik u bedoel? Morgen! Nee, Beukenoot, zo zijn onze manieren. En zo zijn onze manieren. Ja, oma. En jij hebt geen manieren. Nee, ik heb wel scharnieren. Nou. Als je nou eens even gaat zitten en even naar me wil luisteren, ja? Nou, heel erg graag, meneer Van Oppelen. Ik heb iets heel, heel belangrijks met jou te bespreken. Problemen? Oh, dat weet je wel. Uit problemen heb je altijd bij mij terecht. Vertel eens, wat begrijp je niet? Jij denkt toch niet dat als ik problemen zou hebben... Oh. ...dat ik dan naar jou toe zou komen om te vragen ze op te lossen? Jo, zou je weten waarom niet? Vroeger op school vroeg de meester ook altijd alles aan mij. Hoeveel was dit? Wanneer was dat? Zelf is hij niks. Als je nou even wil luisteren, ja? Ja, hallo? Ja, ik ben aanwezig. Het is namelijk heel erg belangrijk. Ja. Je weet, ons zeer geachte directeur, de heer Van Swieten, ja, neemt afscheid van het bedrijf. Oh, gaat hij weg? Opgeruimd en netjes. Ho! Ik heb nooit gemogen. Dat zeg je toch niet? Ik heb nooit gemogen. Zo'n man die zich zo inspant voor het bedrijf, zoveel jaren. Is een geweldige man. Van Swieten is een geweldige man. Zoveel gedaan voor ons bedrijf. Ik zit even aan hem te denken. En aan jou is de eer te beurt gevallen om hem toe te spreken vanavond. Ik? Jij. Hoezo ik? Al die dingen, ik ben altijd de klos, waarom ik nou weer? Beukenoot, dat is een hele eer. Ja, voor hem wel, ja. Het is geweldig dat jij dat mag doen. En dan is het natuurlijk een zaak dat je dat allemaal op de juiste manier doet. En daarom bespreken we dat met elkaar. Oh. En als je er even goed rekening mee wil houden, Beukenoot... dat jij door meneer Van Swieten de arbeidsvreugde hebt leren kennen. Ja, dat neem ik hem nog altijd kwalijk. Nou! Door wie kan ik bijvoorbeeld in een mooie auto rijden? Door meneer Van Swieten. Door wie heb ik een mooie kleurentelevisie? Door meneer Van Swieten. Door wie kan ik mijn kinderen laten studeren? Door meneer Van Swieten. Door wie kan ik nog niet eens op een oude fiets rijden? Door me nou. Er valt met jou niet te discussiëren. Nee, en met u valt niet te praten. Zo. Daar hoor ik van op. Met mij valt niet te praten. Valt me nu niet in te al die jaren dat ik dit werk doe, weet ik al dat de mensen graag met mij praten. Met mij valt heel goed te praten. Ik ben heel bekend in het bedrijf. Oh, die Van Oppelen. Ja, daar kun je mee praten. Dat zal dan niet mee te praten. Ik ga niet mee te praten. Met hem valt niet mee te praten. Altijd kunnen ze met mij spreken. Oh ja, kan ik een paar snippendagen krijgen? Nee. Zien we wel dat er niet mee valt te praten. Nou. En waarvoor wou je dan een paar snipperdagen? Nou, het zit zo in verband met blijde gebeurtenis. Oh jee, is het weer zo laat? Ja, je kan maar een hobby hebben, hè. Hey, nul. <Lul. lacht> Als je nou even wil luisteren, ja? Ja. Het is zaak dat als jij een toespraak houdt... Ja, het idee alleen al. Maar ja, goed. Zekerheidje. Als ik er nou wel even bij mag vertellen dat je erop moet rekenen dat je bij je hebt een papiertje met een paar punten. Met een paar punten? Natuurlijk, je moet een papier hebben met punten. Ik heb er niet een papiertje met punten voor al eens. Graag mijn wezigen. Punt. Punt, dubbele punt. Punt. Puntje. Punt uit. Dat slaat natuurlijk nergens op. Je begint met een woord van welkom. Oh. Hallo allemaal!
Zo gaat het niet, ik zal het wel voor je... Oh, jongens, geen te brood. Als je nou even luistert, Beukenoot. Trouwens, ik vraag me af, heb je ooit wel eens in het openbaar gesproken? Heb ik wel eens in het openbaar gesproken? Heb ik wel eens in het openbaar gesproken? Ik heb zelfs een keer voor zo'n kleine 50.000 man gesproken. Jazeker. 50.000? 50.000 man heb ik toen gesproken. 50.000, als er niet meer waren. Zo, zo. Ademloos, hing aan mijn lip. En mag ik dan even weten, wat heb je toen al zo gezegd? Koffie, thee, limonade. Koffie, thee, limonade. Warme worst. Ja, nou, het is nou pas goed. Het heeft niks te maken met praten in het openbaar, dat begrijp je. Zelfgevulde koeken. Ja. Ik zeg, dat heeft niks te maken met spreken in het openbaar. Ik zeg, wacht eens even, schiet me ineens te binnen, we hebben nog geen cadeau. Cadeau? Hoe afschuwelijk, we hebben helemaal geen cadeau. Hoezo een cadeau? Ja, hoezo een cadeau? Er is geld ingezameld, ze zijn bij jou toch ook geweest? Oh, ik dacht dat het een geintje was. Dat het een geintje was, jongen, er is in het bedrijf voor 10.000 gulden opgehaald. 10.000 gulden? Ze zijn zeker met een machinegeweer opgehaald dan. Wel, nee. De mensen hebben graag gegeven, graag. En nou heb ik vergeten een cadeau. Nou ja, luister, als het zeker is dat hij weggaat, wil ik er ook nog wel een tramkaart bij doen. Nou. Zo'n man als Van Swieten gaat toch niet met de tram? Nou, geef ik een verlopen kaart, kan mij schelen. Nee, we moeten iets heel anders geven, iets moois, iets blijvends. Blijvend. Bijvoorbeeld een mooie tegel. Tegel? Ja, dat is een goed idee, een mooie tegel. Tegel? Voor 10.000 gulden, één tegel? Ja. Maar voor 10.000 gulden kun je hele keuken uit met tegel. Zoiets bedoel ik niet. Ik bedoel een kunstobject. Een kunstobject. En daarin gegraveerd... Dank u wel. Daarin staat dan heel simpel... Dank u wel. Dank u wel? Juist. Oh, ga mij niet 10.000 gulden, kom ik een tegel, zet ik hem wel op. Dank u wel. Met een viltstift. Nou ja. Met jou valt dank je wel. Ouwe reus. Homa. Ouwe konijnenfokker. No! Je moet toch niet aan denken dat zoiets gebeurt. Cultuur is verspild. Laten we het maar anders doen. Nou, ik schrijf in een veelstuk. Dan zei ik aan konijnen altijd door. Zeg ik iets verkeerds? Hou alsjeblieft op. Ik ben zat van. We geven iets aan mevrouw Van Swieten. Mevrouw Van Swieten? Ja. Hoezo aan mevrouw? Aan zijn vrouw, mevrouw Van Swieten. Dat mens krijgt nooit wat. Ach, Een mens heeft een heel druk bestaan. Heeft 12 kinderen. En ze krijgt nooit wat, zie je. Hoe wordt die ding? En die vrouw heeft altijd achter haar man gestaan. Hoe komt ze dan naar die 12? Misschien toch niet zo gek van die tegel. Nou, Nou, zal er verder met jou niet over praten? Wat doen we nog meer die avond? Een lied. Als ik naar zo'n Nee, dat is niet ook. Jawel, dat is alsjeblieft een lied. Bruiloflied, dat doe ik altijd bij ons in de familie ook. Als een bruiloft is, zou ik zeggen. Bruiloft, het is geen bruiloft. Dan maak ik een lied. Leuk, ik zorg voor een lied. Dat is altijd leuk. Hoeft niet. Dat is niet nodig. Ik heb geen lied nodig. Dat hoeft niet. En dan poortje, ik ken wel. Poortje vind ik leuk met Polonaise. Het poortje en dan de onderdoor en dan op die kanus. Oh, op die kanus. Dat wordt zo'n avond. We voelen alles. Alsjeblieft niet, hè. Denk er even om, het wordt een hele chique avond, hoor. Mensen komen allemaal in avondkleding. Komen ze in pyjama? Nee. De heren in smoking en de dames in lang toilet. Het lijkt me overigens voor jou wat de kleding betreft het beste. Ga jij maar in rok. Moet ik als meid? Nee.
Moet ik als meid, waar slaat dat nou op? Ik bedoel zo'n jas met van die panden. Oh, zo'n dijenkletser. Noem het maar zo. Oh, die vind ik wel lekker. Zorg ervoor dat je papier hebt met een aantal punten. Papier punten? En chic gekleed. En chic gekleed. In rok. In rok. Dan zou ik zeggen, tot vanavond. Oké. Okay.